Het ministerie van Openbare Werken gaat een nieuw parkeerbeleid bij het ministerie introduceren. Het parkeerprobleem zal structureel aangepakt worden. Dit zegt OW-minister Riyad Noor Mohammed. Het ministerie wil hiermee inkomsten verwerven en de drukte op het terrein verminderen. Om dit te doen zullen er enkele veranderingen komen op het parkeerterrein. We maken een mooie parking aan de buitenkant, maar als je toch binnen wil parkeren bijvoorbeeld, dan zeggen we oké, dat is VIP parking, dan ga je betalen 5 SD per uur of zo. Dus we gaan wat regels in orde maken, toch, het moet kunnen. Weet je, als ik naar de beurs ga, dan moet ik zelf, als ik parkeer op het terrein van de overheid, moet ik ook betalen. Toch, dan willen we wel betalen, maar als we hier komen, willen we niet betalen. Dus we hebben de optie voor gratis parkeren en betaald parkeren. Maar goed, we moeten dat nog uitwerken hoor. Maar het is ook een manier van inkomsten verdienen, et cetera. Dan heb je sowieso dat mensen niet te lang blijven hier. Hun zaken komen door en weggaan. De bewindsman zegt verder dat het ministerie de service naar de gemeenschap toe zal verbeteren. Hij wil een systeem introduceren waarbij personen niet meer hun vergunningen hoeven op te halen als die zijn goedgekeurd, maar dat een ambtenaar van het ministerie die tot aan huis bezorgt. Dit zal mogelijk zijn tegen een kleine vergoeding. Want er komen honderden mensen dagelijks hier. Volgend jaar zullen er duizenden mensen worden, toch? Dus we denken wel verder dan nu om service te brengen bij de burgers, toch? We hebben dienstvoertuig, we hebben benzine, we hebben genoeg ambtenaren. Dus service geven aan de burger thuis is geen luxe vandaag de dag. Is een must, vooral met verkeersproblematiek. Dat was minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken die we gisteren spraken. De bewindsman wil het parkeerbeleid op het terrein van OW effectiever maken.